Al die verschillende getaltypes gaan sneller een zichtbaar effect hebben dan je misschien zou denken. Zelfs voor een simpele berekening, zoals een gemiddelde, ga je daarop botsen. We zullen naar dit stukje code kijken. Dus ik ga hier die temperatuur gisteren en temperatuur vandaag even een waarde geven in mijn code. Dit is wat ik daar straks gedemonstreerd heb. Ik ga dat hier gewoon ergens bij zetten. Bijvoorbeeld hier op het einde. Temperatuur gemiddeld. En dan temperatuur gemiddeld laten zien. Ik kan dat wel alleen maar doen als ik ook temperatuur gisteren en temperatuur vandaag heb. Dus ik zal dat ook doen. Ik ga die allebei ints maken. Dus allebei gehele getallen. Ik denk dat er één van de twee 22 moest zijn en de andere 25 volgens de cursus. Oké, ah ja, één van de twee moest 20 zijn. Geen probleem. En dan zullen we nu eens kijken wat we te zien krijgen als we die temperatuur gemiddeld printen. Dus je zou verwachten het gemiddelde van 20 en 25 is 22,5. Dus 0 plus 5 gedeeld door 2, dat is 2,5. Vandaar dus 22,5 is wat we verwachten. En nochtans krijgen we geen 22,5 te zien. We krijgen 22 te zien. En het zou ook heel vreemd zijn als we 22,5 te zien krijgen, want ik heb daar straks uitgelegd, je kan geen komma-getal bijhouden in een int, tenzij dat je het expliciet gaat casten. Maar wat je hier ziet, is dat er geen expliciete cast heeft plaatsgevonden. Dus hier staat dan wel dat we iets toekennen aan een int, maar je zou hier een komma-getal verwachten en toch heeft hij daar niet over geklaagd. Dus eigenlijk is het niet alleen dat. Het is niet omdat we hier int hebben geschreven dat hij de cijfers na de komma heeft laten vallen. Want we hebben daar straks gezien, als je int schrijft op de linkerkant en op de rechterkant een komma-getal, dan gaat hij normaal klagen. Dan gaat hij zeggen, dit mag niet, je moet dit expliciet casten. En ik heb het toch niet gedaan. Laat ons de debugger gebruiken. Dus we zullen het breakpoint hier zetten en dan opstarten. Dus als je zoiets tegenkomt waar de code wel uitvoert, maar iets anders doet dan je verwacht, dan moet dat echt een instinct worden van je om de debugger te gaan gebruiken. Dus we gaan dat doen. De code stopt hier. Ja, deze dingen, die watch, die zijn niet meer van toepassing, dus ik ga die even weglaten. De code is hier gestopt. Ik kijk bij locals. Dus dat zijn de variabelen die in deze omgeving bestaan. Temperatuur gisteren heeft zijn waarde. Temperatuur vandaag heeft zijn waarde. Ik zal eens beginnen met dit hier. Want oké, ik kan dit blijkbaar toekennen aan temperatuur gemiddeld. Ik zal hier eens een watch voor maken. Dus ik ga naar mijn watch. Add item to watch. Aha. Dus heel dit ding hier produceert ook niet 22,5 produceert 22. En het type is int. Dus heel dit ding hier levert mij een geheel getal op. Oké. We zullen eerst eens kijken wat dan alleen temperatuur gisteren plus temperatuur vandaag oplevert. Daarvan zouden we wel verwachten dat het een geheel getal is, want we tellen hier twee gehele getallen op. Zo, en dat levert ons inderdaad de juiste 45, een geheel getal. Oké, dat wil zeggen dat als we heel dit ding hier, wat hetzelfde is als 45, als we 45 gedeeld door 2 schrijven, komen wij om een of andere reden uit op 22. Ik kan dat hier ook uitschrijven, 45 gedeeld door 2. En inderdaad, hier staat value 22, int. 45 gedeeld door 2 is blijkbaar 22. Want dat komt omdat deling op gehele getallen zo gedefinieerd is in C-sharp. In C-sharp is het zo dat als je een geheel getal deelt door een ander geheel getal, het eindresultaat een geheel getal zal zijn. Dus het is een beetje alsof je dat dus achteraf zou casten. Alsof je hier het komma-getal dat je echt krijgt, achteraf gaat casten naar een int. Met andere woorden, cijfers na de komma vallen weg. Dus als ik dat niet wil,
Je zou misschien denken, ah, ik ga heel dit ding hier casten naar een double. Dan is er geen probleem. Oké, wacht, ik moet mijn haakjes anders zetten om het duidelijk te maken. Dat was een vergissing. Zo. Dus heel dit ding hier, dat zet ik om naar een dubbel. Dan krijg ik nog altijd 22. Alleen 22 als dubbel. Niet 22 als geheel getal, dus het is misschien iets dichter dan wat we verwachten. Maar het is nog altijd niet wat we verwachten. En je hebt daar straks gezien, toen ik die haakjes vergeten was, dan stond er wel 22,5. Dus dat ga ik ook eens toevoegen als watch. Dus hetzelfde, maar dubbel. Temperatuur gisteren. Dus temperatuur vandaag. Ja, te vroeg op enter geduwd. Gedeeld door 2. Dat is wel 22,5. Wat is hier nu het verschil? Want die cast die wordt eigenlijk nog uitgevoerd vooraleer de deling wordt uitgevoerd. Dus dit hier kan ik ook schrijven als dit. Dat is ook 22,5. Dus omdat de cast wordt uitgewerkt voor de deling, wil dat zeggen, als we dit ding hier beschouwen niet als een geheel getal, maar als een comma getal, en dan delen door die 2, wat dan wel een geheel getal is, dan komen we uit op 22,5. Dat komt omdat als je een comma getal via een deling of via een vermenigvuldiging combineert met een geheel getal, je nog steeds een comma getal zal krijgen als uitkomst. Dus dat is iets om voorop te letten. Als je allemaal gehele getallen samengebruikt, dan ga je niet opeens een comma getal krijgen. Dus nog een manier om dit hier te verkrijgen, en dat is eigenlijk de beste manier in dit geval, is in plaats van gewoon temperatuur gisteren plus temperatuur vandaag te schrijven, 1,0 maal temperatuur gisteren plus temperatuur vandaag. En opnieuw moet ik nog een haakje zetten. En nu zie je ook weer 45, maar als dubbel. Dus hier, ik heb een vermenigvuldiging met een commagetal. Temperatuur gisteren wordt dus een commagetal. Dus ik kan dat ook nog eens een keer apart zetten om het echt in detail te bekijken. Normaal ga je veel van die stappen wel kunnen overslaan, maar omdat je het nu nog aan het leren bent, ga ik echt elk onderdeeltje laten zien. Dus 1,0 maal temperatuur gisteren levert u 20, en dat is de temperatuur van gisteren, maar als dubbel. Dus op die manier kan je eigenlijk een beetje hetzelfde bereiken als met een cast naar dubbel, alleen hoef je geen cast te schrijven. En dat is een goede zaak, want een cast is eigenlijk iets waarmee je zegt, sorry compiler, ik weet het beter. Ik weet wat ik hier moet hebben. Dat betekent ook dat de compiler jou minder goed gaat kunnen helpen. Als je dus zo'n cast kan vermijden, vermijd hem dan. En dit is een manier om hem te vermijden. Als je een geheel getal wil behandelen als commagetal, wel, vermenigvuldig even met een commagetal en dan krijg je ook een commagetal. Nu heb ik dus 1,0 maal temperatuur gisteren en dat is een commagetal, dat is een dubbel. Dus die 1,0 maal temperatuur gisteren plus temperatuur vandaag, dat is opnieuw een commagetal plus een geheel getal. Vandaar dat 45 dan een commagetal is. Dubbel. En als ik dan 45 niet als geheel getal, zoals hier, maar wel als commagetal, zoals hier, ga delen door 2, zelfs al is 2 ook een geheel getal, dan kom ik uit op 22,5, waar ik tevoren uitkwam op 22. Dus die tip is, het kan soms subtiel zijn, maar gelukkig is er de debugger om te kijken wat er echt aan het gebeuren is in onze code.